Hey, kom binnen. Dankjewel. Nou, onze woonkamer is boven, dus je moet hier even de trap op. Mooi huis. Ja, dankjewel. Welkom. Dank je. Ik ben Gijs, ik werk in het UMC als humanistisch raadsman. En daarbij geleid ik mensen met het leven, met levensvragen, maar ook met de dood. En in de zomervakantie neem ik het werk over van mijn collega op de oncologie. En niet alleen op de oncologie, maar in het hele ziekenhuis kom je de dood vaak tegen. Niet alleen de begeleiding van mensen of patiënten die in het ziekenhuis liggen, maar ook van de familieleden, kennissen en vrienden. Eigenlijk iedereen die in het ziekenhuis te maken krijgen met verlies. Ja. Ja, hoe het komt dat mensen het moeilijk vinden om over de dood te praten. Ja. Ik denk dat ze, ik kan het in principe vanuit verhalen nagaan, misschien bij mezelf nagaan. Ik kan erover denken. Maar in de eerste plaats denk ik dat als het over de dood gaat, dat het niet alleen over de ander gaat die overlijdt, maar ook over mensen zelf. En dat het ons confronteert met onze eigen kwetsbaarheid of sterfelijkheid. Is dat we eindig zijn, is dat we net zoals degene die voor ons ligt of zit of staat, degene die ons vertelt, is dat dat ook iets is wat we in ons eigen leven, wat we in ons eigen leven kunnen verwachten. Ik denk dat daarnaast is dat het omgaan met de dood of het praten over de dood ook de hele tijd ons confronteert met niet alleen de dood aan zich, maar gewoon het verlies van het leven. Van dingen waar je afgesneden van wordt. Het hoeft niet altijd de dood te zijn. Het kan ook zijn bijvoorbeeld een vriendschap die op de klippen loopt. Of iets wat je mooi vindt, wat kapot gaat. En het leven wat niet meer zo loopt zoals het voorheen liep. Is dat je erachter komt, is dat je iets aan het leven te verliezen hebt. En ik denk dat de derde reden is waarom mensen moeilijk over de dood praten. Is dat de dood iets is wat je uiteindelijk toch alleen zal moeten doen. En dat het ons terugwerpt op wie wij zijn. En vragen oproept van hoe wij met het leven om zouden moeten gaan. Hoe we een goed leven geleid hebben. En hoe we daar zelf invloed op hebben kunnen uitoefenen in ons leven. En dat het wat we bij mensen zien die overlijden of mensen die rouwen, is dat ze op de eerste plaats op zichzelf teruggeworpen worden. Waarbij je ook als toeschouwer weinig kan bijdragen aan de rouw of het leed wat mensen voelen. Althans, dat gevoel heb je. Daarnaast is het ook zo dat de dood is, als je dat gewoon natuurlijk bekijkt, is ook een besmettelijk iets. Iets wat vol zit met ziektekiemen. Het is eigenlijk een lichaam wat opgeruimd moet worden. Wat je niet zomaar kan laten liggen. Dus ik denk dat het ook diep in onze natuur iets losmaakt van walging, van afstand, van het wegdoen.